Koen, het was niet je eerste wedstrijd in de Eredivisie, maar het was wel een derby, een echte derby. Heb je vandaag als keeper grote mannenstappen gezet? Grote mannenstappen wil ik niet zeggen, maar er komt natuurlijk wel heel veel bij kijken bij zo'n derby. Er staat wel veel druk op zo'n mooie pot. En het is toch weer even wat anders dan wat ik hiervoor heb meegemaakt allemaal. Dus ja, in dat geval is het wel weer anders dan een andere normale pot. Of een normale pot tegen PSV of tegen Feyenoord is ook niet een normale pot. Maar, je merkt aan het publiek dat het helemaal geen normale pot is, hè? Nee, het publiek was echt te gek vandaag. Echt 90 minuten lang hebben we ze volle bak gehoord. Dus ja, het was echt geweldig. Ja. Hoeveel last van zenuw heb jij gehad? Want er waren een paar ballen dat ik dacht van, die maag gesproken, laat je die niet los. Ja, klopt. In principe heb ik geen last van zenuwen gehad. Alleen, wat je zegt, een paar ballen, die eerste afgekeurde goal. Was een hele moeilijke situatie. Het was een bal die hard voor langs wordt getrapt en net niet wordt geraakt. Waardoor het eigenlijk lastiger wordt voor mij om die bal te pakken. En vervolgens word ik redelijk aangevallen, wil ik toch wel zeggen. Nog steeds last van mijn arm ervan, maar wordt terecht afgekeurd, denk ik. En die vrije trap, dat deden ze heel slim. Ze gingen met twee man voor de muur staan. Waardoor ik helemaal geen zicht meer op de bal had. Wat was dat moment met Van Wolfswinkel? Ja. Hij raakt je wel, maar goed. Even kijken. Heb je hem vast? Ik heb mijn vingers gewoon op de bal, mijn hand op de bal. En ik vind hem terecht afgekeurd, hè. Ja, ik heb gewoon mijn hand op de bal. Ja. Dus terecht afgekeurd. Die vrije trap, onze analist Simon Tjommer zegt, fout van de keeper. Ja, ik snap dat hij dat zegt. Ik vind het persoonlijk niet echt een fout, maar met twee man ontnemen ze mijn zicht en daardoor wordt het extra lastig voor mij. En hij schiet een goed hardlaag binnen, maar in principe is dat wel mijn hoek. Ja. Ja. Klein stapje nog naar de andere kant. Ja, nou, ik had misschien iets meer in mijn hoek moeten staan. Het zijn hele lastige situaties dit. Dus, Maar ook hier hoor je een grote kerel van. Een grote keeper van. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Je leert met elke wedstrijd, elke training leer je weer. Dus allemaal goed voor mijn ontwikkeling. Precies, want er is volgens mij een hele interessante strijd gaande wie de eerste keeper wordt volgend seizoen bij Heracles, toch? Er is in principe nog niks gaande, maar Het gaat wel gebeuren. Het gaat wel gebeuren. En ik denk dat ik me goed laat zien zo. En Heracles weet wat ze aan me hebben, dus ik doe mijn best. Ja, goed, dankjewel.